Shakil, eerst maar eens even over de wedstrijd. Dat is eigenlijk een krankzinnige wedstrijd. Hè? Jullie zullen zelfs verbaasd zijn geweest dat het toen het 2-2 werd, of niet? Verbaasd niet. We weten dat we altijd nog kunnen strijden. Dat hebben meerdere wedstrijden laten zien. Alleen ja, je komt goed terug in de wedstrijd. Terug tot 2-2. Ja, en dan valt die 3-2 weer heel zielig, maar Ja, goed. En uiteindelijk blijf je dan met lege handen. Toch eens even, dit is nou doorgetrokken, deze vijfmansverdediging na PSV. Hoe staat het, vind jij zelf, bij jullie achterin nu? Hoe is het ook qua communicatie? Loopt dat? Ik denk het wel. Alleen het is Engels nu in plaats van Nederlands. Dat is het enige wat verandert. Alleen, ik denk dat we gewoon heel goed moeten praten met elkaar. Dat sowieso bij vijfmans. En soms loopt het en soms loopt het wat minder. Maar ja, dat heb je denk ik altijd wel. Ja. Het is natuurlijk een heel roerige voorbereiding geweest op deze wedstrijd. Heeft dat nog invloed gehad? Nee, wij waren gewoon vanaf seconde 1 bezig met FC Twente. En wat daar buitenaf gebeurde, daar houden wij ons niet mee bezig. Voor ons gewoon belangrijk dat we gewoon bezig zijn met de wedstrijd. Want daar staan we voor onder contract en niet voor andere zaken. Ja. In die slotfase, toen het richting die 2-2 met Bilal en Olcic aan de ene kant, aan de andere kant Katic. Het liep wel even wat beter, hè? Er kwam wel wat meer dreiging. Ja, zeker, zeker. We weten wat die jongens kunnen. Dus als je dan zulke jongens inbrengt, denk ik dat je dan veel moet opzoeken. Zodat ze in de 1 tegen 1 komen en je ziet dat Bilal daar sterk in is. Daaruit komt ook een goal. En die andere goal is denk ik gewoon goed verlengd van Michiel. Dat wordt niet gezegd, maar die viel ook gewoon goed in. Gaat het goed komen met Aro? Ik weet zeker dat het met ons goed gaat komen. Ik denk dat je hebt gezien dat we wel kunnen strijden. En als we dat gewoon elke week doen, dan kunnen we zeker veel clubs moeilijk maken. Dankjewel, Shakil. Alsjeblieft.